Yo, wat up gasten, welkom bij een nieuwe aflevering van Banjopia, met vandaag. Het is echt belachelijk, even serieus, ik besef me nu weer van, oh ja, ik ben op hardcore mode aan het spelen en het gaat tot nu toe pittig goed. Ik heb nog geen enkel gevecht gehad, daar niet van. Welke knop? Au, kom op, het is F4, normaal is het altijd F4. Ja, daar, hallo zombie. Oké. Oh, niet zo mooi. Kom op, Bardo. Dit is Banjopia, ik verwilde mij kapot. Banjopia. Oh, daar ligt heel veel iron. Oeh, nice. Ik ga gewoon eerst even alle kool pakken. Dan maak ik heel veel toortjes, zet ik de hele boel af. En misschien moet ik hier beneden ook even een deur neerzetten, dat de monsters niet naar mijn huisje kunnen lopen. En misschien moet ik de volgende dag alweer gaan zoeken naar een bed, zodat ik kan gaan slapen in de nacht, zodat de monsters niet bij mijn huis kunnen komen. Kijk, dit begin ik helemaal te doordenken nu. Hè. Dit is... Punt is alleen een beetje, als er nu een creeper aan zou komen, ben ik dood. Oh, iron. Allemaal voor mij. Allemaal voor mij. Ik ga gewoon even zo staan, dan kan ik ook nog kijken, weet je wel. Oké, geen creeper. Het is echt even, ik vind het ook zo stil. Het is zo verraderlijk stil, weet je wel. Normaal hoor je nog wel dingen in Minecraft. Een koe, een schaap, een wat dan ook. En ondergronds is het zo belachelijk stil. Als ik dit ook luister, ik vind het echt helemaal... Kijk, als er nu een creeper aankomt, dan ben ik dood. Dan ben ik het helemaal dood. Dan ben ik belachelijk dood. Ik zou belachelijk dood kunnen gaan nu. Maar ja, kom op, hou vol. Hou vol. Hou vol, Bardo. Hou vol, hou vol, hou vol. Hou vol. Hou vol, Bardo. Hou vol, dit is belangrijk. Belangrijk. Kom op, Bardo, hou vol, dit is belangrijk. Belangrijk. Kom op, Bardo, hou vol, dit is belangrijk. Belangrijk. Oké. We hebben heel veel kool. Me maybe. And I just met you. So here's my number. Ah, dat is echt weer zo'n kut Banjo Town grap. Oh man, Bardo, let op het niveau. Let op het niveau. Let op het niveau. Even een paar toortjes maken. Hè, helemaal lekker naar boven. Het is echt belachelijk. Even serieus, ik besef me nu weer van, oh ja, ik ben op hardcore mode aan het spelen en het gaat tot nu toe pittig goed. Ik heb nog geen enkel gevecht gehad, daar niet van. Want even kijken, op hardcore mode. Ja, die kan ik ook niet aanpassen. Lol. Wat is dit nou? Waarom schakel ik op mijn computer telkens naar dit shot toe? Ik heb hier zo'n haat aan. Ik snap ook niet waarom dit shot in godsnaam verzonnen is. Door wie? Ja, bijna. Kom op. Mijn toetsenbord laat mij zo ongelooflijk hard in de steek nu. Help nou mee. Welke knop? Au, kom op. Het is F4. Normaal is het altijd F4. Kom op, mensen. Ik word hier zo verschrikkelijk moe van, hè. Dit is echt een hele belachelijke... Hoe kan het dat mijn computer de hele tijd dit wil doen? Laat mij gewoon teruggaan. Ja, ik kan wel op F9 drukken, maar dan stop ik de opnames. Ik hoef niet naar die fucking kut Twitch. Ik ben gewoon bang dat ik nu dood ga. En als ik nu dood ga... Oh, kom op. Kut computer. Wat doe ik fout? Echt. Alles gaat goed, behalve dit knopje. Dit knopje is zo verraderlijk. Wat? Nee, dit...
heeft hij gewoon die Iron Blocks daar geplaatst. Wat de... Ja, eindelijk! Hehe, godverdomme, dat duurde lang. Jezus Christus zeg. Ja, zelfs Jezus zou zeggen, ik ga liever aan het kruis. Oh, dat moet ik niet zeggen. Dat gaat misschien te ver, maar... Je snapt wat ik bedoel. Het is verschrikkelijk. Het is echt... Oh, dat deed pijn. Maakt niet uit. Kunnen we hebben. Ik ben heel veel naar, maar het komt helemaal goed. Oké. Oh ja, fakkels. We hadden torches wouden we maken. Zo. Pakken we de helft er gewoon van. Hoppakee. Zo. Nou, hebben we heel veel torches. Als wij nu doodgaan, dan weet ik het ook echt niet meer. Dan ben ik helemaal verdrietig. Helemaal geen monsters in de buurt. Ik zie nergens een monster lopen. Nou ja, misschien komt wel dat het bos aan het afvikken is. Dat mijn geluk is voor deze eerste afleveringen. Dat doordat het bos, dat ik gewoon... Oké, ik hoorde een monster. Toch niet in mijn huis, hè? Ik begin nu te twijfelen of die in mijn huis zit. Oké, het begint een beetje rood te worden. Dus dat betekent dat de zon zo opkomt. Dat is goed nieuws. Wij gaan een deur maken. Dat ik in ieder geval even dit allemaal heb beschermd. Oké. Ik pak even mijn zwaard erbij. Misschien is dat wat handiger. Zombie. Oké, die zombie kunnen we wel aan. Die moeten we aan kunnen. Waarom zie ik de zombie niet? Hij zou hier moeten zitten dan. Ja, daar. Hallo zombie. Hij loopt nu op mij af, dan valt hij in de kelder en dan sla ik hem dood. Kom dan. Met je neus. Nou, dat was hem. Hey, kijk, hier is wel de moeite. Kijk eens, wat een prachtig. Oké, deze hele cave. Even veilig maken. Oké. Oh, niet zo mooi. Kom op, Bardo. Poging 2 om te springen. Hoppakee, poging 2 is succesvol. Ik wou zeggen gefaald, maar die was succesvol. Thank God. Overal een torch. Jij een torch. Jij een torch. Oké dan. Oh, ik heb even een creeper. Ik hoorde de... Ik denk, oh nee, je gaat dat niet menen. Dat gaat u niet menen. Nee, dat doe ik niet aan mee. Die creeper grapje zou je maar lekker voor je. Zo. Zijn we daar nu vanaf? We zijn daar vanaf. Die is klaar. Mooi, die is gedaan. Daar is water. Wacht, dat water kan ik natuurlijk heel mooi over de lava krijgen. En dan ben ik klaar met de lava. Toch?
Je zou zeggen van wel, in ieder geval ik zou zeggen van wel, dat ik dan klaar ben met de fucking lava. Maar ja, je weet het nooit helemaal zeker natuurlijk in het leven. Kijk, 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 kijk. Farewell lava, you motherfuckers. Oh, kijk eens hoe mooi. Oh, yo, lava, die gaat eraan, vriend, die gaat eraan. Je gaat eraan. Je gaat eraan, je gaat eraan, je gaat eraan. Oh, oh. Kijk hem, kijk hem, kijk hem. Versla de lava, versla de lava. Kom op nou. Dit is echt een zinloos gevecht. Ik heb een idee. Hopelijk werkt mijn idee. Ik denk het eigenlijk weer niet. Nee, natuurlijk werkt mijn idee weer niet. Waarom zou een idee van mij elke keer gaan werken? Helemaal naar. Kan ik alles weer afsluiten? Oh, het is hier wel heel donker trouwens. Holy shit zeg, het is echt tering donker hier. Dit is even een probleempje. Fucking veel iron. Ik zit even om me heen te kijken en ik denk... Holy shit! Nee, dit is mooi! Dat is echt heel mooi. Zoveel iron. Ik word langzamerhand een beetje gelukkig van alle iron die ik hier vind. Oh! Nou, dat brengt ons bij de laatste stone pickaxe. Oh jezus, nog meer iron. Ik zal bijna willen zeggen, wat moet ik met zoveel iron? Maar ik weet wat ik ermee kan hoor. Dit klinkt zo fout en vies, bedoel ik dan. Zou je ook ooit een keer gewoon dildo's en shit kunnen maken in Minecraft? Ik wil ook niet weten hoeveel discussies er al geweest zijn over alle producten, dieren, soorten, dingen die toegevoegd moeten worden aan Minecraft. Het belangrijkste vind ik aan Minecraft wat ze een keer toe mogen gaan voegen is een verhaallijn. Dat je het gevoel ook hebt van, hey... Ik ben iemand die hier en hier verzeild is geraakt. Kijk, dat zou mij gewoon heel cool lijken als we zo'n Minecraft ooit een keer gaan krijgen. Dat we gewoon, ja. Eigenlijk wat ik daarnet zei, dat lijkt me gewoon heel cool. Om, ja, een verhaallijn te hebben. En dan niet zozeer een verhaallijn als in, ja, je moet googlen naar Herobrine. En Herobrine is een homo en de homo heeft dit en dat en dit. En je denkt, ja, lekker. Maar gewoon een cool, sterk verhaallijn, weet je wel. Dat je ook echt het gevoel hebt van, ja, leuk, Minecraft. Want ik vind wel, Minecraft die heeft echt een... Het spel heeft een verschrikkelijk imago gekregen. Ja, Mojang erachter, dat is rijk geworden. Dat weet iedereen wel. Hoe heet die? Notch, volgens mij. Die zwemt in de miljoenen, miljarden, misschien al. Man, moet je nagaan, hè. De WhatsApp is laatst verkocht. WhatsApp, heel mooi voorbeeld. Dat is gewoon verkocht voor 80.000 euro. Of 80.000. Wow. What the fuck is dat voor bedrag? 13 miljard euro. Omgerekend 19 miljard dollar. Ik bedoel, kom op. Weet je hoe belachelijk veel geld dat is? Hup. Oké. Okay. Heb ik het goed gedaan? Ja, water is weg. Mooi. Ja, maar dat is zo... Bizar, belachelijk veel, tering veel geld gewoon. Oh, hier nog meer iron, die wil ik even pakken. In ieder geval, dat was alles wat ik er even over wou vertellen. Dus ja, stel je had WhatsApp verzonnen en je hebt het goed gemaakt, dan was jij dus nu miljardair geweest. Mijn iron blokjes. Ik heb mijn iron blokjes. Oh, hier is nog een iron blokje. Mijn iron blokje. Ja, in principe, ik zit even te kijken. Ik heb hier wel zo goed als alles nu weggehaald. Oké, dit is raar. Zo, zijn we daar vanaf. Zo, oké.
Kiekers. Hebben we goed gedaan. Banjo!